Hallo allemaal, heel erg leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een What's in my school bag voor jullie. Dus ik ga laten zien wat er in mijn schooltas zit. Ben jij benieuwd wat erin zit? Blijf lekker kijken en dan gaan we nu lekker beginnen. Oké, dan gaan we lekker beginnen. Ik ben er eventjes bij gaan zitten omdat ik het dan beter kan laten zien. Nou ja, dit is mijn schooltas die ik voor dit jaar ga gebruiken. Ja, super handig. Dit is van het merk Beagle volgens mij. Beagles. Ja, en ik vind hem heel erg handig omdat hij gewoon zo'n één groot open vak heeft. Met een klein tasje eraan. En ja, het is eigenlijk gewoon een handtas. Dus er is eigenlijk niet heel veel bijzonder aan, maar ik vind hem heel erg chill voor dit jaar. Oké, dan gaan we nu echt verder met de inhoud van de tas zelf. Ik denk dat ik eerst ga beginnen met dat kleine tasje wat aan de tas vast zit. Nou ja, daar heb ik dus eigenlijk allemaal van die spulletjes in zitten die je eigenlijk altijd wel bij je moet hebben. Nou ja, als eerst heb ik erin een mondkapje. Ja, iedereen heeft deze nodig. Aan het begin van het volgende schooljaar hebben we deze ook nog nodig. Moeten we hem ook nog dragen. Dus ik heb deze. Het is gewoon zo'n soort basic mondkapje. Dan heb ik voor de meiden natuurlijk tampons en maandverband. Nou ja. Ik heb dit eigenlijk altijd in mijn tas, ook als ik het zelf niet ben. Omdat ik als andere meiden vergeten zijn of zo, heb ik altijd bij voor ze. Dus ja, dit heb ik altijd standaard in mijn tas zitten. Dan heb ik een inklapkammetje. Nou, deze is toch te leuk. Hij is echt super handig, want hij is dus inklapbaar. Waardoor hij heel erg klein is en waardoor je hem makkelijk mee kan nemen in je tas. Nou ja, iedereen kent het wel als het heeft geregend en je hebt lekker door de regen gefietst of lekker door de wind. Heerlijk. Kan je eventjes je haar uitborstelen en eventjes kammen. Dus deze. Dan heb ik ook nog altijd voor Ali voor menstruatiepijn. Deze heb ik altijd bij me. Deze werkt echt super goed. En gewoon paracetamol voor als ik hoofdpijn heb of buikpijn heb of wat dan ook. Ook altijd heel erg handig om standaard in je tas te hebben. En dan heb ik in dit kleine tasje nog twee elastiekjes. Dit vind ik altijd zo chill. Als ik geen elastiekjes mee heb, dan word ik helemaal gek. Want ik vind het gewoon heerlijk als je gegymd hebt of ga gymmen. Dat je even je haar omhoog kan doen. Of gewoon in de les als je een toets aan het maken bent. Of iets aan het doen bent en je wilt je haar even vast, dat je het vast kan zetten. Dus dit is de inhoud wat ik in het kleine tasje had. Niet heel erg veel. Maar dit zijn gewoon echt van die benodigdheden die je echt bij je moet hebben. Dus dit is het kleine tasje. Oké, dan gaan we met het grote vak verder in mijn tas. Ik zet hem gewoon eventjes op de grond en dan haal ik er af en toe wat dingetjes uit. Nou ja, als eerst bovenop heb ik mijn etui liggen. Kijk nou hoe leuk. Als jullie trouwens mijn schoolspullen shop nog niet hebben gezien, ga die eventjes kijken. Als ik het kan zetten in het i'tje hier, zet ik het ergens in het i'tje. En anders moeten jullie even naar mijn YouTube kanaal toe gaan en dan eventjes de schoolspullen video aanklikken. Want daar heb ik alles, daar laat ik alles zien van wat ik dit jaar heb gekocht voor het nieuwe schooljaar. Maar in ieder geval, ik heb dus deze etui erin. Hij is echt super groot, maar echt super handig. Omdat er dus een heel groot vak in zit, waardoor je er echt heel veel in kwijt kan. Nou ja, ik zal een paar dingetjes laten zien wat ik in mijn etui heb. Ik heb altijd mijn rekenmachine en mijn passen er standaard in zitten. Markers. Ik heb altijd echt 100 pennen en potloden erin zitten. Ook voor mensen als ze hun pen zijn vergeten of zo. En een schaar, een geodriehoek, een marker en een gummetje. Dus dat heb ik in mijn etui zitten. En ja, deze etui is echt gewoon echt super handig. Deze heb ik trouwens van de HEMA. Echt very nice. Dus deze heb ik altijd bij me. Dan heb ik natuurlijk voor de pauzes wat drinken mee. Ik neem altijd water mee. Ik neem nooit iets van sap of zo mee. Ik vind water gewoon het lekkerst. Water neem ik mee in deze dopper. Dus dit. En ik heb natuurlijk ook altijd brood en een koekje mee voor de pauzes. Maar die heb ik nu niet in mijn tas zitten. Omdat ik niet straks naar school ga of zo. Dus daarom heb ik het niet klaargemaakt. Maar dan weten jullie dat ik dat ook altijd mee heb. Dan heb ik mijn agenda erin. Dit is meestal voor de mentorlessen. Daar hebben we altijd, krijgen we dan opdrachten of
iets wat we gaan doen. Dus dan schrijf ik het altijd lekker snel op. En ik neem dus ook gewoon mee naar andere lessen. Voor als we een opdracht opkrijgen of een toets opkrijgen, dat ik het er eventjes inschrijf. Waardoor ik makkelijk overzicht heb van wat ik allemaal moet doen en wat ik wanneer af moet hebben. Dus deze agenda heb ik ook altijd in mijn tas zitten. Dan heb ik dit kleine doosje. Deze heb ik gisteren gekocht. Deze heb ik bij de Action vandaan. Ik vond het printje wel leuk. Het is een beetje beige met een panterprintje erop. En daar heb ik mijn oortjes in zitten. Gewoon zwarte basic oortjes. Dit hebben we altijd nodig voor opdrachten. Of als we lekker muziek mogen luisteren tijdens het werken. Dus deze neem ik natuurlijk altijd mee. Zodat ik altijd lekker muziek kan luisteren. Of een filmpje kan kijken voor een schoolopdracht bijvoorbeeld. Dan heb ik ook voor corona een handgelletje mee. Deze is bijna op. Dus ik moet hem straks weer eventjes, als ik naar school ga, weer eventjes vernieuwen. Maar deze is echt heel erg lekker. Hij ruikt zo lekker. Hij is van Aloe Vera. Oh. Ja, nou, lekker. Maar deze is ook gereinigd. Dus deze is echt heel erg handig. En natuurlijk nu als je gegeten hebt of op een tafel die niet echt heel erg schoon was gezeten hebt, dat je dit eventjes lekker kan doen op je handen. Dat vind ik altijd een heel erg fijn gevoel als je niet de wc in de buurt hebt of zo, waar je je handen eventjes snel kan wassen. Dan heb ik voor gym of voor gewoon de dag een deo'tje mee. Dit spreekt denk ik ook alweer voor zich. Dit is gewoon heerlijk. Dus deze. Ik gebruik deze van Dove. Gewoon de original. Want ik vind deze het lekkerst ruiken. En deze vind ik het fijnst werken. En dit is gewoon zo'n spuitdeo. Dus deze. Dan heb ik ook altijd mijn portemonnee mee. Voor als we tussenuur hebben of zo. En ik wil eventjes bij de Jumbo. Of bij een andere winkel eventjes wat eten halen. Of wat drinken halen. Dan heb ik altijd mijn bankpas bij me. En mijn portemonnee dus. Dus dit heb ik eigenlijk altijd voor tussenuren. Dit heb ik niet echt heel vaak standaard in mijn tas zitten. Maar vooral als ik tussenuren heb. Of als ik weet dat ik na school iets ga doen met vriendinnen of zo. Dan heb ik in mijn grote vak altijd nog een kauwgompie. Deze is van Sportlife. Gewoon handig. Hij is lekker plat. Dus ik had altijd eerst een bekertje kauwgom. Of hoe heet dat? Een bakje kauwgom. Alleen dit vind ik handig omdat dit gewoon eventjes wat kleiner is. En dit zijn gewoon kauwgompjes. Dus heerlijk. Oké, dan nu echt jongens. Dit is echt een tip. Dit moeten jullie ook gaan doen. Dit is echt zo geweldig. Ik heb het voor vorig jaar voor het eerst gedaan. Maar het is echt helemaal toppie. Zo raak je niks meer kwijt. Zo'n mapje. Het is heel basic en super plat. Dus het is heel makkelijk mee te nemen in je tas. Maar hier bewaar ik al mijn losse papieren en documenten in. Soms krijg ik van een docent gewoon zo'n los blaadje waar wat informatie op staat. Of een tekst voor een toets of wat dan ook. Twee jaar geleden bij mij belandde dat gewoon in mijn tas. Waardoor al die papieren zeg maar allemaal gingen kreukelen door mijn boeken. Maar nu door dit. Dit is gewoon echt het gewoon jongens. Hier doe ik dan nu gewoon al mijn papieren in. Waardoor het gewoon goed blijft en niet gekreukeld of geplet wordt door mijn boeken. Ik heb er nu natuurlijk nog niks in. Omdat het jaar nog moet beginnen. Maar deze heb ik nieuw gekocht bij de Action. 90 cent of zo voor twee van deze mapjes. Dus dit is echt een aanrader. Haal dit. Dan kom ik aan bij mijn boeken. Dan heb ik natuurlijk boeken mee. Ik heb nu maar twee boeken en twee schriften erin gedaan. Om het eventjes te laten zien hoe ik het meestal meeneem naar school. Meestal neem ik het zo mee. Mijn boek, even mijn schrift in mijn boek. Zodat altijd in één keer zo uit mijn boek kan pakken. En niet dat ik allebei moet gaan pakken of zo. Hier heb ik even een voorbeeldje. Ik heb dus mijn boeken nog niet gekaft. Dat is een beetje jammer. Dus dat kan ik niet goed aan jullie laten zien. Maar dit is bijvoorbeeld mijn economieboek. En ik heb dus, als ik in mijn schoolspullenvideo zei, wou ik mijn schriften en mijn boeken gaan stickeren. Dat heb ik dus al bij mijn schriften gedaan. Kijk nou hoe leuk. Ik vind het echt helemaal leuk. Er staat economie. En dat wil ik dus ook bij deze gaan doen. Maar dat moet ik dus nog gaan doen. Dus dit is gewoon even een voorbeeldje. En dan heb ik ook nog mijn tekenschrift bijvoorbeeld. En mijn wiskundeboek. Dus dit zijn mijn boeken en mijn schriften. Hoe ik dat meeneem. Dus ik doe het meestal gewoon mijn schrift in mijn boek. Zodat ik het snel uit mijn tas kan pakken.
Zo, dit was dus alweer de video. Het was echt een super snelle video. Maar mijn tas is weer leeg, zoals jullie zien. Dus dat betekent dat de video is afgelopen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zou het super leuk vinden als je even een leuke reactie achterlaat in de comments. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie in de volgende video. Doei doei!